je prettig voelen in deze tijd is denk ik wel een hele goede manier van zijn. En daar worden we gezond van. Ja, dan zijn we samen gezond in Zoeterwoude. Met de andere ondernemers achter Samen Gezond Zoeterwoude organiseert Pieter Nel van der Poel op zaterdag 20 maart een zwerfafvalopruimdag in Zoeterwoude. Je kan je opgeven bij welkom@samengezondzoeterwoude.nl. Dan kan je opgeven van welke straat je wil doen of welk gebied. Of je een grijper hebt. Heel belangrijk om te weten. Ik bedoel, we hebben wel een aantal grijpers, maar we kunnen denk ik niet iedereen voorzien van een grijper. En je e-mailadres, want een week ervoor, een paar dagen ervoor, krijg je nog wat meer informatie over. Ja, het moet allemaal wel veilig gebeuren. Je kan je opgeven alleen of met z'n tweeën. Maar er zijn natuurlijk ook nog coronamaatregelen waar we rekening mee moeten houden. Er is geen begin- of eindtijd, maar het liefst in de ochtend van die zaterdag. Zodat we 's middags alle alle zakken hebben verzameld met het zwerfafval. Die kunnen we dan weer hier achter bij de gemeentewerf inleveren, bij de restafval. En dan hebben we eventjes een moment gehad dat Zoeterwoude schoon is. Wethouder Ton de Gans ondersteunt de actie. Uiteraard, sowieso vinden we de doelstelling van belang. We geven ook wat knijpertjes om op de dag te gebruiken. Nou, daarnaast vinden we sowieso natuurlijk de doelstelling van belang om met elkaar Zoeterwoude ook schoon en daarmee duurzaam te hebben. Zwerfafval, dat wil je eigenlijk gewoon niet met elkaar. Want als ik het goed heb, ligt een peukje ligt geloof ik 1 jaar of 12 voordat het echt vergaan is. Nou, plastic, dat raak je helemaal nooit meer kwijt. Nou, dat moet je gewoon niet willen met elkaar. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook om samen op zo'n dag aan de slag te gaan, ook nog lekker even bewegen. Dus ook in dat opzicht is het mooi om aan de slag te zijn. Zelf zal de wethouder de 20e ook van de partij zijn. Ik ga 20 maart zeker ook een steentje bijdragen.